Tony en Mark waren ongeveer even oud en groeiden op in hetzelfde gehucht. Als ze uit school kwamen speelden ze samen, maar vuiltjes verschenen al vlug aan de lucht. Ronnie de doener, steeds praktisch en creatief, nooit op de voorgrond en wel opgevoed. Mark was brutaler, een haantje de voorste joch, wist alles beter, daarin was die goed. Ronnie en Mark, ach ja. Ronnie en Mark, ja ja. Ronnie en Mark gingen weg uit hun oude straat, zagen elkaar pas na jaren weer terug. Hebben een functie in dienst van de overheid, maar samenwerken verloopt nogal stug. Ronnie wil gaan voor inhoudelijk resultaat, denkt dat zijn vakmanschap wonderen doet. Mark werkt hem tegen met managementtheorie, zweeft zonder inhoud, maar dat kan niet goed. Ronnie en Mark, nou ja. Ronnie en Mark, ja ja. En Mark zijn zo in een conflict geraakt over het doel en het te volgen pad. Hier staat de vakman en daar staat de manager, cult tegen kennis kort samengevat. Ronnie verliest het, zijn vakmanschap redt hem niet als die met kwaliteit schipperen moet. Mark wint met blabla, want korte termijn denken doet het in overheidskringen wel goed. Ronnie en Mark, ach ja. Ronnie en Mark, nou ja. Ronnie en Mark, bla bla. Ronnie en Mark, ja ja.